beste sportliefhebbers. Welkom hier aan de Middelste Gracht, de studio's van Sleutelstad met het wekelijkse programma ZZ Leiden TV. We gaan eerst eens even terugkijken naar afgelopen week. Leiden moest naar Den Bosch, de aartsrivaal, de Heroes. En die waren beter, 106 maar liefst tegen 90. Maar niks aan de hand, want Leiden staat gewoon nog eerste, 2 punten los aan kop van de Elite A van de Dutch Basketball League. Deze week hebben wij 2 onderwerpen. Straks schuift hier aan de teammanager van de ploeg, Bart Kriek. En we gaan ook verder met onze rubriek met de scout, Martin Houwaard. En die heeft het dit keer over line-up analysis en shot distribution. Ja, hoe Amerikaanser, hoe beter altijd in het basketbal. Martin gaat het echt haarfijn voor ons uitleggen. Aan het einde van deze uitzending hebben we natuurlijk ook weer de quiz met mooie prijzen. We gaan nu eerst naar onze hoofdgast van deze week en dat is Bart Kriek. Ik denk dat velen hem hebben gezien, maar misschien ook wel zich afvragen, wat doet zo'n teammanager nou allemaal precies voor het team? Nou, dat is een mooi onderwerp voor vandaag. Welkom Bart. Dankjewel. Kunnen we eens beginnen met het moment en de manier waarop je eigenlijk betrokken bent geraakt bij ZZ Leiden? Het moment dat ik betrokken ben geraakt bij ZZ Leiden was eigenlijk al gelijk bij de start van de periode ZZ Leiden. Dus dat was 15 jaar geleden. Ik sta bekend als een enorme basketbalfan en volger. En ik had een bedrijf op dat moment en werd ook gevraagd om sponsor te worden. Dat heb ik gelijk graag gedaan. Om ook het basketbal mee te helpen opstarten in Leiden. Ja, die periode die dan volgde, kom je in een sponsorgroep terecht. Ik ga altijd met mijn vrouw naar de wedstrijden. Uit en thuis, dat maakte niet uit. We waren er altijd. Internationaal ook? Ook internationaal. Ook in met de reisjes van de businessclub mee. Ja. Eigenlijk, het hele leven draaide eigenlijk om basketbal. En het voordeel is dat mijn vrouw ooit ook gebasketbal heeft en een enorme liefhebber is. Dat maakt het leven wat makkelijker. Ja, zeker. Op een gegeven moment ging ik bedenken om met pensioen te gaan. En dat viel een beetje samen met het moment dat de vorige teammanager Gerry haar afscheid aankondigde en ik door Rob van Over gevraagd werd om dat over te nemen. En zo ben ik eigenlijk betrokken geraakt als teammanager bij het team. Ik kan me nog herinneren dat een tijdje je al meeliep. Hè? Gerry je ook soort van inwerkte, zou je het bijna kunnen noemen. Ja, en toen heb je het helemaal overgenomen. En hoe lang is dat al, dat je echt de teammanager bent? Dit is het vierde seizoen, dat is al een behoorlijke tijd geleden dat ik het overgenomen heb, ja. We hadden het in het voorgesprekje al over en anekdotes, maar ook de diversiteit aan werkzaamheden. Kun jij eens schetsen voor ons, wat zijn nou de hoofdtaken die een teammanager op zo'n bordje krijgt? Ja, het seizoen kan je eigenlijk opdelen in een aantal periodes. De eerste periode, dus de seizoenopstart, die begint al gewoon in de zomer. Mm-hmm. Dan hoor ik zo nu en dan dat er een nieuwe speler gecontracteerd zal worden. Soms ketst dat af. Andere keren is het inderdaad zo dat er een contract getekend is. En dan begint het werk eigenlijk al van het boeken van tickets, contact leggen met een speler. Mm-hmm. Dan hebben we het over de Amerikaanse spelers of buitenlandse spelers. Ja, vragen naar hun omstandigheden. Wanneer ze willen vliegen of kunnen vliegen. Of ze een paspoort hebben, hè? Bij sommige clubs ook wel eens, Amerikanen. Of ze een paspoort hebben, ja, want sommige rookies, dus de eerstejaars die hier komen, die zijn nog nooit buiten Amerika geweest. En dan moet er een paspoort aangevraagd worden. Gedurende die laatste maand voordat het seizoen start, moeten er ook allerlei verblijfsvergunningen worden aangevraagd. Dat is een best intensieve procedure die heel erg kort gehouden moet worden, omdat anders een speler in het begin van de competitie niet zou mogen spelen. Ja. Daar is Leiden al behoorlijk bedreven in, dus dat gaat over het algemeen vrij snel. Ja. Spelers moeten dan ook naar de IND, zelfs 2 keer. Eén keer voor de pasfoto, handtekening en vingerafdruk. En daarna om de vergunning daadwerkelijk op te halen. En daar ben je ook bij? En daar ben ik ook bij, in Den Haag, geloof ik, hè? Dat is in Den Haag. Moet je echt met ze mee. Ook op een lastige plek in Den Haag te vinden, dus ik ga sowieso met ze mee. Ja. Om dat te begeleiden. Op een gegeven moment zijn dan tickets geboekt en komen de heren ingevlogen. En moet dan wegwijs gemaakt worden in Leiden en naar hun appartementen gebracht worden. En dan moeten ze voor zichzelf gaan zorgen, wat ook niet altijd
voor de spelers gewoon is. Ja. Vaak zijn ze van de universiteit afgekomen waar alles voor ze verzorgd wordt. En hier is dat ineens niet. Dus dat geeft nog wel eens wat complicaties. In die zin dat spelers dan ineens hun eigen potje moeten koken. Alles moeten doen. Alles moeten doen. Boodschappen moeten doen. En ook hun weg moeten vinden in Leiden en omgeving. Ja. Hoewel dat met de huidige navigatiemiddelen wel redelijk makkelijk gaat. Leuk is ook dat ze dan moeten leren met een auto te rijden met een schakel. Met een schakeling. Daar zien ze over het algemeen nog wel tegenop. Ja. Veel dat automaatjes in Amerika. Voor een Amerikaan met een automaat is dat niet zo makkelijk. Maar ja, ook dat gaat over het algemeen na een dag of wat wel prima. Dus dan is inmiddels ook het oefenprogramma gemaakt door de coach en de technisch manager. En probeer ik contact te leggen met de tegenstanders. Dan moet er ook een bus georganiseerd worden als het een uitwedstrijd is. Of scheidsrechters geregeld worden als het een thuiswedstrijd is. Dat is dan in het voorseizoen. Ja. En ja, goed, dan zijn er bijeenkomsten van het team. De eerste teambijeenkomst, de kick-off. Mm-hmm. Waarin de spelers allemaal weer met elkaar kennis maken. Ja. En de spelers van het vorige seizoen weer hun verhalen hebben van afgelopen zomer. Dat is dus eigenlijk de start van het seizoen, wat over het algemeen heel intensief is. Dat is heel intensief, ja. Ook natuurlijk dit aantal dingen die dan helemaal nieuw zijn en nieuwe spelers. Ja, misschien wel de bulk van het werk zit juist op het moment dat iedereen denkt, oh, basketbal, heb ik even rust van. Dan ben jij juist... Want als de eerste wedstrijden worden aangekondigd, staat iedereen, oh, nu gaat het zeker beginnen. Terwijl ik dan al een week of zes bezig ben. Ja. En vooral het wegwijs maken van spelers. Dat is in de eerste week wel vrij intensief, ja. Mooi, en we hebben eigenlijk nu vooral de eerste periode besproken, maar we komen straks ook nog op de Europese wedstrijden en alles wat er allemaal nog bij komt. Ja. Misschien even een stapje naar, je schetst het al, sommige spelers komen natuurlijk uit Amerika. Loop je dan ook tegen cultuurverschillen op, dingen die zij niet snappen of die ze moeten uitleggen of waar zij mee komen van wat is dit dan? Ja, een groot verschil is vooral het eten. Dat is... wij zeggen altijd, een Amerikaan denkt dat sla is om een hamburger tussen te stoppen. En ze hebben niet. Dus ze moeten eerst wegwijs gemaakt worden in dat je ook goed moet eten voordat je een goede sporter bent. Nou is daar wel inmiddels een stuk in geprofessionaliseerd doordat we nu een diëtiste hebben. Die dan spelers uitnodigt om boodschappen te gaan doen. Om te wijzen op het goede eten waar je dat kan kopen. En dan ook een middagje uittrekt om met de heren te gaan koken. Ja. En dat is wel een stuk beter dan 2-3 jaar geleden. Zodat ze in ieder geval eenvoudige, maar goede maaltijden kunnen maken. Ja, tuurlijk. Ja. En ook weten waar ze moeten kopen. Want dat is... Kijk, in eerste instantie werd altijd gezegd van... we laten ze zien waar je de pizza's kan kopen en de hamburgers. Maar dat vinden ze zelf al vaak vrij snel. Maar waar het goede eten te koop is, dat is wel eens lastig. Ja, absoluut. En omdat ze het ook allemaal zelf moeten doen nu. Ja, ja. Dat is echt een stuk professioneler geworden de laatste 2-3 jaar. Ja. Door de diëtisten. Ja, snap ik. Ik meen dat er wel eens een keer een mooie anekdote is geweest over na het seizoen dat er toch nog wel eens wat pizzadozen werden gevonden. Kun jij daar eens verklappen? Ik heb dat gehoord uit de overlevering. Dat is wel voor mijn tijd, maar ik heb wel eens begrepen dat er een appartement opgeruimd moest worden en dat het balkon niet te vinden was, want dat was bezaaid met pizzadozen, ja. Die stonden gewoon een paar meter hoog opgestapeld. Zeg. Ik wil niet zeggen dat ze nu geen pizza's en hamburgers meer eten. Maar wij doen er in ieder geval alles aan om ze wegwijs te maken in waar je goed kan eten. Het zijn ook grote kerels, dus af en toe een hamburgertje erin. Dat moet ook wel kunnen, lijkt me. Ja. Nou ben je, kan ik me zo voorstellen, als teammanager bijna ook een soort vertrouwenspersoon. Of formeel misschien niet helemaal, maar je zorgt voor dat team. Je begeleidt ze met allerlei zaken. Er komen misschien ook mooie verhalen uit. Heb je iets dat je zegt, god, dat was heel bijzonder. Of het heeft me geraakt. Of het was gewoon heel erg leuk. Zonder natuurlijk... als mensen je vertrouwen nemen, dan blijft dat natuurlijk ook vertrouwelijk. Maar is er misschien iets wat je met ons kan delen? Ja, die vertrouwelijke dingen kan ik natuurlijk niet delen.
Vooral de buitenlandse reizen, daar zijn nog wel eens wat verhalen over te vertellen. Eigenlijk de laatste reis die we hebben gemaakt, dat was naar Krasnojarsk. Dat is Rusland en heel ver in Rusland. Dat was van Siberië, geloof ik, hè? Dat is Siberië, ja. En dat is dichter bij China dan Nederland bij China ligt. Wow. Dat is een vlucht naar Moskou. Altijd eerst landen op Moskou, dan overstappen. En op de vlucht van Moskou naar Krasnojarsk hadden we een speler die werd ziek. Dat was Braxton Huggins. Okay. Ja, die had waarschijnlijk onderweg te weinig gegeten. Dat is altijd wel een probleem met lange reizen, dat je met korte overstappen, de jongens die best wel wat eten nodig hebben. Mm-hmm. Eigenlijk wat te weinig eten. Ja. En hij werd er ook niet goed in het vliegtuig. Ja. Op weg naar Krasnojarsk. Wat water gegeven. We dachten dat dat goed zou aflopen. Mm-hmm. Totdat we uitgestapt waren na 7 uur vliegen in Krasnojarsk. En hij in het vliegtuig achterbleef. Hij was toch niet helemaal zo, zo goed achtergebleven. Ja. Uiteindelijk komt daar dan de medische dienst het vliegtuig in. Hij kwam in een rolstoel eruit. Maar hij moest naar de medische post. Hij was echt verzwakt. Hij was echt verzwakt, ja. Maar in die kant van Rusland spreken ze geen Engels of echt helemaal niks. Dus eer dat we begrepen wat er aan de hand was. Maar gelukkig hadden we Drago bij ons. En Drago spreekt Russisch. Oh ja, onze Kroatische vriend. Ja. Die kwam naar me toe. Hij zegt, ik ga je helpen. Want anders gaat het echt niet lukken. Want ze spreken hier geen woord Engels. Dus wij gingen naar de post. De spelers gingen alvast weg. Want het kon nog wel even duren. Gelukkig deed Drago woord. En Drago die zei op een gegeven moment van, het ziet er naar uit dat we naar een ziekenhuis toe moeten, want ze vertrouwen het niet. Mm-hmm. Oké, hoe gaan we daar dan heen? Nou, met de ambulance. Okay. Maar een ambulance daar in die kant van Rusland, die is vergelijkbaar met waar wij hier schapen in vervoeren. Yeah. Dus Braxton die lag op een stretcher en Drago en ik zaten daarnaast en moesten hem bij elke bocht vasthouden, want anders zou hij eraf vallen. Dus na een rit van een half uur, drie kwartier, waarin Drago helemaal opgevouwen zat om Braxton vast te houden. Kwamen we in het ziekenhuis. 2 meter 10 zo'n beetje. Ja. Drago zegt, we gaan hier naar binnen, maar we proberen hem zo snel mogelijk eruit te halen. Want anders blijft hij hier een paar dagen. En dat leek er ook eerst in instantie op uit te draaien. Maar Drago heeft zoveel gepraat dat ze zeiden, neem hem maar mee. Het valt allemaal wel mee. Hij moet goed eten, goed drinken. Mm-hmm. En dan zal hij weer opknappen. Maar uiteindelijk bleek het toch wel een behoorlijke griep te zijn. De angst op dat moment was ook dat corona was net uitgebroken. Ja. En wij waren bang dat we allemaal in quarantaine zouden geplaatst worden. Maar uiteindelijk was dat niet zo. Toen moesten we een taxi nemen. En dan naar het spelershotel. Dus uiteindelijk was dat wel een avontuur om daar in zo'n land zoiets mee te maken. En ook een grote verantwoordelijkheid. Want gelukkig kon Drago dan als tolk nog een beetje dienen. Maar wat een avontuur zeg. Ja. Ja, over avontuur, je noemde het al even corona, Bart. Dat is natuurlijk allemaal gewoon strak geregeld bij Leiden, bij de DBL. Maar kun je ons eens meenemen van wat heeft dat betekend voor jouw werk? Nou, dat is op dit moment wel een behoorlijk intensief deel van het werk. Er gaat ook zeg maar meer tijd in zitten dan het normale werk van de teammanager. We hadden natuurlijk de eerste start van het seizoen in oktober. Waarin eigenlijk de regels erop neerkwamen dat zelf de spelers geaudit of gemonitord moesten worden. Mm-hmm. En spelers moesten dan zelf aangeven of ze zich goed voelden. Eigenlijk net zoals als je ergens een afspraak hebt. Met de start in eind december zijn natuurlijk de regels dat er 2 keer per week getest moet worden. Uh-huh. Een sneltest. Dat moet dus maximaal 8 uur van tevoren uitgevoerd worden voor een wedstrijd. Ja. Zodat de wedstrijd nog gecanceld kan worden. En dat in ieder geval de tegenstander, als je thuis speelt, niet onderweg is. Al onderweg is. Ja, oké. Ja, dat
Nou, uiteindelijk, dat moet je dus regelen, organiseren. En gelukkig is mijn vrouw doktersassistent en die bood zich gelijk aan om dat uit te voeren. Oh, fantastisch. Ja. Dus nu is het vaak woensdagochtend en zaterdagochtend dat de spelers in heel rap tempo inmiddels getest worden. Ze weten precies wat er moet gebeuren. Mm-hmm. Neus snuiten, handen wassen. Okay. Gaan zitten. Even pijn lijden, want het went nooit. Nee. En dan doen we ongeveer 16 personen in een minuut of 20. Dat gaat gespierd. En over het algemeen nog geen positieve resultaten. Dus, Jij moet denk ik zelf ook getest worden, omdat je zo'n Ik word getest, ja. De coaches worden getest. Ja, precies. Wij zeggen altijd iedereen die rond het team bij training is en iedereen die in de bus gaat naar de uitwedstrijden moet getest worden. Dus op de wedstrijddag van een uitwedstrijd komt Theo de buschauffeur ook. Ja, de legendarische Theo. Ja. Ja, die komt ook 's ochtends en die heeft dan altijd een reservechauffeur achter de hand. Oh, heel verstandig. Ja. 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 We gaan zo afronden, Bart. Wat ik me ook nog wel kan voorstellen. Jij zit natuurlijk heel dicht bij een team. Je ziet heel veel van ze. Eigenlijk met de trainingen, de wedstrijden, maar ook buiten het veld. Heb je wel eens het gevoel, er groeit nu iets tijdens zo'n seizoen, er ontstaat een bepaalde chemie. Misschien heb je daar zelf ook een rol bij, dat je daarbij helpt, of dat het ook op jou, dat je ook extra energie krijgt. Werkt het inderdaad wel eens zo? Ja, zo werkt het wel. En dat merk je eigenlijk pas later. In het begin denk je van, wordt dit wel een team? Wordt die groep wel zoals vorig jaar was, of het jaar ervoor was? Ja. Je ziet dat wel groeien, ja. We hadden het eerste jaar van Franke hadden we natuurlijk een bijzondere groep. Ja. Die ook behoorlijk goed met elkaar overweg konden. Met legendarische spelers als Derwis Thompson en Maurice Watson. Absoluut. En ook de Nederlandse spelers Sergio Del Randami. Ja. Wat natuurlijk ideaal iemand is in je team. Okay. Die echt een verbinder is. Mm-hmm. Nu is het onderling ook goed. Ja. Alleen je merkt gewoon dat er natuurlijk spelers zijn afgevallen. Er zijn erbij gekomen. Ja. Dus je ziet dat wat langzamer gaat. Maar uiteindelijk, we hebben natuurlijk behoorlijk wat Nederlandse spelers ook in het spelersbestand. Dus ja, je ziet dat het wel vrij snel nu weer samensmelt. Ja. Dat gaat goed, ja. Want je zei, ik kan me voorstellen dat het wat tijd nodig heeft. En zeker, spelers gewisseld in deze tijd heeft ook wel een heel groot nadeel. En dan moet je bedenken dat spelers niet of nauwelijks gezamenlijk iets kunnen doen na de trainingen. Hey, we mogen trainen, daar zijn we blij mee. Ja. Daar mogen ze bij elkaar komen. Maar 's avonds iets anders doen met elkaar. Juist. Dat is er niet bij. Ja. En dat is gewoon heel erg jammer. Ja. Ook voor de Amerikaanse spelers. Je kan je voorstellen dat die komen hierheen. En die hebben grote verwachtingen van we gaan naar Europa. En dan komen ze in Leiden. En ze worden goed verzorgd. Maar na de wedstrijd is alleen het appartementje waar ze in zitten. Ja. En niet eens een keer uit in Amsterdam of in Den Haag. Dat is op zich wel heel erg sneu voor deze mensen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Hartstikke leuk, Bart, om een kijkje ook achter de schermen te krijgen. Ook in de voorbereidingsfase waarin er al zoveel moet gebeuren. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En succes met de eerstvolgende wedstrijd, want dan zien we je natuurlijk ook weer. Altijd in de buurt van de spelersbank. Ja, mooi zo. Dank je wel. Dank je. Oké. Okay. En dan gaan wij nu door naar de rubriek die wij onlangs hebben opgenomen met de videoanalist van het team, Martin Howard. Naast mij is weer aangeschoven Martin Howard, de scout en videoanalist van ZZ Leiden. En vandaag hebben we weer twee onderwerpen, namelijk de line-up analysis en de shot distribution. Klinkt al super geavanceerd. Martin is hier om het uit te leggen. Martin, line-up analysis, wat is dat? Goedenavond. Dat is de line-up analysis. We hebben van de vorige keer gekeken naar stats. Wat een line-up analysis doet, is die som van stats per combinatie van vijf spelers in het veld. Oké. Dus welke vijf spelers? Ik kan daar wat van laten zien, eventueel. Ja, je hebt slides meegenomen. Kom er maar in. Ik heb statistieken van vorig jaar van de FIBA Cup genomen. Zoals je hier kan zien, is met 158 minuten de line-up
Braxton Huggins, Taylor Persons, Wordy de Jong, Jarvis Williams en Drago Pazelić. Die is het meest gebruikt. Die gebruikte, werd dus vorig jaar 158 minuten gebruikt in de Europe Cup. Mm-hmm. In die 158 minuten was de plus-minus, dus het punten gescoord, 17. Dus de meest gebruikte line-up is plus 17. En dat was over die bijna 160 minuten hebben ze in totaal het 17 punten beter gedaan dan de tegenstander. Ja, correct. Okay. En als we hier iets verder kijken, hebben we hier een line-up met die 30 minuten in totaal gebruikt is. Met Marijn, Taylor, Wordy, Jarvis en Drago. Plus 28, een half uurtje gebruikt. En daaronder met Braxton, Marijn, Taylor, Jarvis en Drago. 28 minuten en plus 25. Juist. Dus qua tijd gespeeld samen zijn deze twee effectiever dan de meest gebruikte. Ja, precies. Want die hebben eigenlijk maar in ongeveer een vijfde van de tijd, zo'n beetje, hebben ze het bijna net zo goed gedaan als in die andere in een veel langere periode. En hier in het rood, min 27, met Sergio in het veld, Jarvis, Wordy, Taylor en Braxton, in 85 minuten, min 27. Dus een wat minder geslaagde line-up, zou je kunnen concluderen. Oké, duidelijk, Martin. Stel nou, hè, we zitten weer in de FIBA Europe Cup met ZZ Leiden. Van de afgelopen wedstrijden, weet jij dit, weet de coach dit? Morgen hebben we weer een wedstrijd. Wat kan jij en wat kan de coach vooral, wat kan die dan hiermee doen? Nou, ik lever de informatie aan. De coach kan hiermee bepalen van welke wissels, wie wissel ik als eerste, kan ik mijn basis 5 aanpassen, moet er iemand anders starten. Dus dat soort dingen kan je hieruit halen. Ja. Dus een line-up met Marijn en hier ook plus 25, plus 28. Ja, misschien had Marijn vorig jaar al meer moeten starten. Dat is een vraag die je kan stellen. Ja, 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 dus in die twee line-ups zit goed deden. Nou, Vervas komt bijna keren terug, Persons komt bijna keren terug, Williams en Pazelić. Ja. En dan Huggins of de Jong, dan zou je nog een keuze in kunnen maken. Ja. Oké, duidelijk. Ja, hele geavanceerde informatie, Martin. Nou, is dit dus een voorbeeld van afgelopen seizoen van ZZ Leiden? Is dit nou ook beschikbaar in dit seizoen en is het ook beschikbaar over onze tegenstanders? Ja, hebben we. Maar dat gaan we niet op tv laten zien. Kan ik me heel goed voorstellen. Dat is even het geheim van de club, zo gezegd. Ja. Het andere onderwerp wat jij hebt voorbereid gaat over shot distribution. Ja. Wat houdt dat in? Dat is de verdeling waar de schoten vandaan komen. Die is opgedeeld in 9 sectoren, zeg ik even uit mijn hoofd. Lay-ups dicht bij de ring, mid-range en 3-punts afstand. Met een bijbehorend percentage erbij. En ik kan daar weer wat van laten zien. Ja, oké, kom er maar weer in. Ja, dankjewel, regie. Je kan hier bijvoorbeeld zien, wij vorig jaar in de Europe Cup, FIBA Europe Cup, namen wij de meeste schoten inside. 441 inside schoten. 209 raak, 47%. Als ik dat zou willen, zou ik dat aan kunnen klikken en heb ik daar videofragmenten van. Dat zit niet in deze PowerPoint, maar dat is wel de tool die we hebben. De meeste driepunters, die worden in het midden en aan de zijkanten genomen. Ja. Aan de hoeken, waar de afstand 10 centimeter korter is eigenlijk, namen we vorig seizoen heel weinig schoten in de FIBA Europe Cup. 18, 23, nou dat is samen een stuk of 40, maar inderdaad die andere, dan zit je op 137, 123, dus 260 schoten van de wingposities. Oké, valt daar dan ook een conclusie uit te trekken dat je het ene meer doet dan het ander? Er zit een persoonlijke voorkeur in. Mm-hmm. Vindt een schutter het fijn om ergens de bal te krijgen? Ja. Jouw sterke punt is een driepunter van rechts. Ik loop een spelletje over de rechterkant. Ja. Oh, Martin, je hebt uitgelegd, hè? We gebruiken nu in deze voorbeeld de cijfers van onze eigen ploeg. Maar stel nou, dit zouden de cijfers zijn van een tegenstander waar je morgen tegen speelt. Wat zou je daar dan mee kunnen doen? Nou, je dezelfde cijfers. Je weet nu, even inside is gevaarlijk. Veel lay-ups, veel driepunters van de kop.
Daar kan je je verdediging op aanpassen. We sturen hem niet die kant op, stuur hem maar naar de andere kant. Juist. Laat ze maar naar het mid-range gebied gaan, waar ze in ieder geval vanaf de kop en links een lager percentage hebben. Dat sluit ook aan bij de hele trend in het basketbal, een lay-up of een driepunter. Die informatie kan je er allemaal uithalen. Hier 30% ten opzichte van 35% 3. Ja, wat willen we weggeven? Ja. Dit is ja. Een punt meer en een hoger percentage. Laat er maar één dribbel naar binnen nemen en gooi het hier dicht. Ja, goeie. Ja, interessant ook, hè? Dat je dus... de meeste spelers zijn natuurlijk rechtshandig. Dus ja. Misschien niet de enige reden, maar van rechts scoor je wel 8% punt beter dan van links. Ja. Dus inderdaad naar links sturen, niet naar die driepunters toe, want daar is het percentage best wel goed. Weg van de driepuntslijn. Weer heel erg inzichtelijk. In deze hoek, het is aan de coach. Je zou kunnen zeggen, als er hier wat gebeurt en het is een schutter, misschien kunnen we daar een dubbel team zetten bij 28% in deze hoek en 22%. Dat is allemaal informatie die de coach hiermee kan gebruiken. Hoe ga je de wedstrijd in? Waar kunnen we een voordeeltje halen? Ja. Apart om te zien, Martin, dat er dus zoveel data en video beschikbaar is, maar ook dat jullie als team er zo intensief gebruik van maken. Dus ik heb er weer wat van geleerd. En binnenkort schuif je ook weer aan in een van onze volgende uitzendingen met alle ins en outs over video, statistiek en analyse. Dus dankjewel voor deze week. Graag gedaan, tot de volgende. Ja, wij sluiten ZZ Leiden TV natuurlijk niet af zonder weer de quiz te spelen. Daarmee is een prachtige basketbal te winnen van Zorg en Zekerheid met alle handtekeningen van de spelers. En een voucher om gratis naar de livestream te kijken. En blijkbaar was het een moeilijke vraag vorige week. Heeft Leiden ja of nee ooit tegen Real Madrid gespeeld? Veel inzendingen, allemaal fout. Leiden heeft namelijk wel degelijk tegen het grote Real Madrid gespeeld. En die waren toen echt ook al top in Europa. En ja, voor de liefhebbers, ze hebben ook rond die tijd, een jaar of 40 geleden, tegen Badalona gespeeld, tegen Barcelona. Het is allemaal waar gebeurd. Nou, hopelijk wel winnaars met de nieuwe vraag. De vraag van deze week. Weer dank aan ons redactielid Michel Barendse. De vraag luidt: er is een vader en er is een zoon die allebei voor Leiden gespeeld hebben. De ene voor Elmax, de andere voor Zorg en Zekerheid. Deze zoon heeft ook nog twee broers die op het hoogste niveau spelen. Wat is de naam van de vader en wat is de naam van de zoon? En dan dus onder andere deze prachtige bal te winnen en een voucher voor de livestream. Even vooruitkijken naar de komende wedstrijden. Leiden speelt eerst woensdag thuis tegen Zwolle. Tip-off om 8:30. De stream begint dan altijd een half uurtje daarvoor, dus om 8:00. En dan zaterdag uit in Rotterdam tegen Feyenoord, dat het zo goed doet momenteel. Belangrijke wedstrijden in de Elite A. Daarover hoort u volgende week meer in een volgende aflevering van ZZ Leiden TV. En voor deze week, hartelijk dank voor het kijken.